Hoe kom je op zijn hoofd dan? Als ik maar op zijn hoofd ben, dan weet ik precies wat ik moet doen. Maar... Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van... dit was een heel ongeïnteresseerde intro. Een gloednieuwe aflevering van Mario Generations met Sander van Gaming SB. De tijd gaat er nu halen. In. Ga je hem nu wel halen? Ja. Ik hoop het voor. De tijd is in ieder geval ingegaan. Oh, dat was niet. Ik ga in ieder geval weer in Jolly Roger Bay proberen de eel te eelen. Die heb ik al volgens mij. Of had ik die nou nog niet? Ik weet het niet. Ah, nee! Welke level was jij met de vuur aan het doen waar je het vorige aflevering over had? Dat was... waar schilderijen niet zijn wat het lijkt. Oké. Ja, ja. Ik weet niet of je dat iets zegt. Nee. Ook al zei ik ben niet heel erg bekend met deze game. Fuck! Oké. Eerste boss fight. Heb ik vorige aflevering gedaan. Nou ja, ik wilde daar de 8 muntenster pakken. Maar ja, dat ging niet zo soepel. Toen dacht ik, nou, dan maar een ander plan. Ja, precies. Alleen, ja, nu moet ik hem nog steeds. En de Bowser fight krijg ik geen ster voor, maar een sleutel. Kutzooi. Waarom is het zo moeilijk om gewoon in één keer terug te draaien? Daar vraag ik toch om. Ik vraag toch niet, maak een heel pirouette. Echt, what the fuck, Mario? Ik heb hetzelfde met... Ik ben achter die eel aan het aanzwemmen, weet je wel. Omdat hij zo'n ster aan zijn staart heeft. Dat is zo'n kut level. Ja, dat geloof ik direct. Nee, Mario. Tijd. En dan gaat dat ding zeker weer weg. Ja, dat dacht ik al. Nu is het voor de muziek niet erg om een Jolly Roger Bay te zijn hoor, maar... Nee, dat snap ik. Ik hoorde de muziek niet. Dus, ja, voor mij... Kom op, ja! Nou wil hij wel ineens, oké, dat heeft hij jarenlang niet gedaan. Dan denkt hij van, nee, ik ga niet meteen heen en weer hoor. Nee, want dat kan ik niet. En nu ineens... Wie? Doet hij het wel. Maar dan verneuk ik het, omdat ik niet kan kijken, schijnbaar. See! Oh, nog niet zie. Nee? Nee, blijkbaar moet je dan ook nog naar de ster toe. Ja. Het. Ja. Ik heb ook niet zoveel te zeggen op dit moment. Ik ben gewoon salty. Ben je nu alweer salty? Nou, het zit er ook nog in van vorige aflevering hoor. Ik ga eerlijk met je zijn. Maar eigenlijk ben jij zo'n... Eigenlijk ben jij de caramel zeezout versie van jezelf. Wat? Huh? Nee. Waarom zou dat? Waarom denk je dat? Dat denk ik niet, dat is... Hoezo zou ik een zeezout versie zijn van mezelf als ik al super zoutig ben? Caramels. Ik bedoel, zo zoutig vind ik karamel zeezout in principe niet. Ik bedoel, hij is zout, maar niet dat je zegt van... Yo, what the fuck? Is dit zo'n hele zoutbus? En dat ben ik al. Dus, hoe dan? Volgens mij heb ik dat nog nooit tegen jou gezegd, maar je bent soms best lastig. Nou, volgens mij wel. Waarom? Hoe snel gaat hij ineens? Dat vuur gaat ineens vet snel aan en uit. Dat doet hij nooit, maar nu ineens, nu ik het eventjes nodig heb, dat hij... Hou op met je kut... Dialogue, I don't care. I'm loving it. Nee! I'm loving it. Parapapapa. Oh, ben jij McDonald's? Because I'm loving it, man. Auw. Mario, doe voorzichtig. Ik weet dat je in brand staat, maar... Jezus, gast. Ja, hij gaat heel hard rondrennen, of niet? Ja, hij is echt zo'n debieltje. Ik bedoel, koude kraan, ooit wat van... eigenlijk lauwe kraan, want... Koude kraan schijnt niet zo goed te zijn. Goed, nou ja, in principe is koud wel goed, alleen... Je zit met dat je heel snel...
zit dat koud voelt te koud. En dan denk je van, ah, ik doe niet te lang onder de koude kraan. Dus dan kun je beter lauwe kraan doen. Doe je lang ook wel. Maar Mario, werk even mee. Zo. Hallo, we spelen Mario 64, hoor. Ja, nou en, I don't care about this fucking bitch. Hij kan de pot op. Wanneer komt Mario WC uit? Die game zou ik wel willen spelen. Deze game is wel trash, dus in dat opzicht komt hij dicht in de buurt. Ik krijg een Discord berichtje. Van wie? Ja. Van Simon zeker. Oh, jij weer met je duurt te lang. Nee, Milan is zo outdated. Hij gebruikt referenties uit 2018. Echt, man. Nou, dan is het wel Simon dan. Dan zit hij met de rooster waarschijnlijk weer. Wat zit terecht is, aangezien... heb je deze gameplay gezien? Dan is het wel terecht. Maar als hij het niet op basis van deze gameplay doet, dan is het niet terecht. Het ergste nog dat Jordi ernaar moet kijken. Jordi, wat doen we je aan? Dat vraag ik me soms echt af. Nou, maar hier kun je ook wel dood hoor. Dus in my defense, niet heel chill. Nee, pak hem. Dankjewel Mario. Je bent een lieverd. Lekker Mario. Yo, Mario, misschien ben je beter dan Luigi. Als je zo door blijft gaan. Wow, doe eens even normaal. Ik meen het ook niet, maar hij moet even meewerken, gast. Dus ik doe net alsof. Ah. Maar dat mag je niet horen, want dan gaat hij weer kut lopen doen. En dat kan hij al, dus... Wat een kutcamera, zeg. Lucky toe, hè. Dievenzooi. Ik snap nu wel waarom Lucky toe de camera heeft, zeg maar. Wat? Nou, dat is een bad guy, toch? En de camera is ook heel erg kut, dus in dat In sommige spellen zijn wel de bad guy, ja. Daarom? Ik proef hier een theorie. Een game theory. Precies. Kun je... Ik vind deze camerahoeken zo kut. Ga niet dood. Ja! Oh, heel ziek. Oké. Ja, dit is beide gewoon niet handig. De camerahoeken. Oké. Hey, Goomba, ga even niet mij zo naaien. Ik ben al heel vaak genaaid. Dank je. Ja. Ik vind van wel. En wat Yo, ik vind... sterretje 21, huts. Yo, je loopt 10 sterren op me voor. Lol niet. Ik wil inderdaad niet. Dat heb je goed geraden. Je had vorige aflevering nog 13, hoe kan je nu dan nog pas 11 hebben? Ik zei toch dat een joke was? Ja. Nou, dan geloof je het niet, gast. Boeien. Oké. Gaat het lukken? Oh, dan moet ik nu wel mijn best doen. Kut! Nee! Nee! Gaat goed, ik was anders. Zo ver. Ik heb echt geen zin meer. Waarom doe ik ook steeds hetzelfde leveltje? Ja, soms moet je dan even afwisselen. Nee, hou je mond. Ik ben het met je eens, maar nee. Gewoon puur omdat ik wil hem nu halen, gast. Ik weet ook niet waarom ik dan precies deze ga doen, eigenlijk. Ga je deze doen? Aan de ene kant, weet je, hij is wel makkelijk gewoon. Alleen, ja, niet als je de handen van mij hebt, schijnbaar. Ah. Nee, dat klinkt wel als legit. Yo, ga je nu haten? Nee. Mag. Geef je gelijk. Ik vind het toegestaan. Nee! Fucking Mario met zijn kutzooi. Sorry. Hoezo kan Mario niet gewoon... Oh, nu kan hij het wel. Ja, maar als ik op zo'n klein dingetje sta dan... ineens kan hij niet recht naar achter lopen. Maar als ik alle ruimte heb... Oh ja, ik loop gewoon recht naar achter hoor voor je. Ja, ik doe wel geen pirouetje dit keer.
jij een soort van zoutig? Hoe durf je dat te zeggen? Soort van. Oh, jij zoutig? Ah, deze is ook kut. ZL? Oh, nee, dat was niet... Dat was niet handig. Dat is Crown Pound. Oké. Oh, je gaat er niet dood. Oké, dat is wel chill. Maar geen leven verloren. Ik baal hier erg van. Ik word zo hard ingemaakt. En dat is oké. Maar toch niet. Maar... In Mario Sunshine of zo, want ik wil hier gewoon snel klaar mee zijn. Nee. Fuck. Kijk, bij Mario Sunshine boeien dat ik achterloop. Is een leuk spelletje, gast. Ik had beter Mario Odyssey in het begin kunnen hebben, denk ik. Want daar weet ik nog wat sterretjes van. Ja, ik niet. Bij mij is die even blank, zeg maar. Dat is gunstig. Dan daar, als je daar opnieuw op gaat staan. Gaat hij dan ook? Nee, dan gaat hij gewoon wel weer uit. Je gaat echt zo verbaasd zijn als je deze gameplay ziet. Waarschijnlijk, ja. Oh, was dat het? Nee! Hij doet het letterlijk altijd goed. Behalve als hij op dat kut platform staat. Hoe kan dat? Leg mij dat eens uit. Waarom is deze game zo slecht geprogrammeerd dat je niet gewoon normaal kunt lopen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind dat bullshit. Doe we eerst die dan? Ga ik dit dood? Bullshit? Nee, gewoon teruglopen. Yo, wat? What the fuck? Er viel een Goomba. Dat is heel crazy. Ja, zijn vallende Goombas crazy? Dat denk ik wel. Nog 13 minuten, Sander, op de klok. Wat? Nee. Dit doet zoveel pijn. Ik ben letterlijk in 2 afleveringen niks opgeschoten. Maar hoe kan, waarom doe je dan niet gewoon eerst de makkelijke levels, zeg maar? Ja, omdat deze hoort makkelijk te zijn voor een normaal persoon. Maar voor jou niet? Ja, schijnbaar. Oké, mag je in ieder geval weten welk level je doet? De red coins in de Bowser. Nee. Oh, ja, daar ben ik ook nog niet. Dus ik kan niet zeggen of het... Maar had ik dat vorige aflevering ook al gezegd. Dat ja, ik Bowser Fight A en... Ja, dat had je gezegd dat je de Bowser Fight A, maar... Oh ja, ik was nog met mijn raadsel bezig. Op een gegeven moment kun je 1 ster inleveren om naar Bowser te gaan. En dan zie je dus een schilderij van Peach en die verandert in Bowser. Vandaar mijn hint, schilderijen zijn niet wat... Het fucking godverdomme... Sorry. Wat het lijkt, want dat is hoe een schilderij werkt, maar... Ik heb de Bowser Fight wel, dus misschien moet ik gewoon dat sleuteltje gebruiken en dan kan ik nieuwe levels uitproberen. Maar ik ben nu te diep in, weet je wel? Ja, je wil hem nu ook gewoon halen. Ja. Dat is en als ik hem nu niet... valkuil van Mario. Dus dat. Ja, maar... Dat wil ik niet graag horen, Milan. Ik wil dat je zegt van, yo, alles komt goed, gozer. Moet niet zo stressen. Moet niet zo stressen. Nou, je zit me gewoon na te apen. Nee! Oké, ik ga. Misschien heb je gelijk. Pak die hele kutster. Ik hoop dat ik het nooit meer hoef te doen en ik hoop dat deze game doodgaat. Wow, doe eens normaal. Afsterf. Oké, ja, ik ben het wel met je eens. Nou, ik zou in ieder geval... Waarom? Waarom hebben ze deze game geremaked en niet een goede game zoals Super Mario Galaxy 2, gast? Echt, hè? Leg mij dat even uit, alsjeblieft. Wat? Oh, de key doesn't fit. Ik moet een andere key vinden. Keyhole, bedoel ik. De key heb ik in principe al gevonden. Gaat om het holletje. Die moet passen.
spannend. Oh ja, fijn. Dan moet ik eerst 3 uur een cutscene zien van iemand die een deur opent. Nee, oké, okay, chill. Wat is dit? Oh, wacht. Is dit de basement? Lee, zeg maar dat jij zo'n guy bent. Die zo doet je van, hey, yo. Hey, yo. Ik geef je ster. Jij komen hier ster geven aan mij. Ik ben bij maar 1 naar minst favoriete level van dit game. Wat? Waar is die konijn? Mr. Konijn, where are you at, bro? Ik hou van je. Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Behalve als je me een ster geeft. Oh, Mr. Konijn is er niet. Nou, raar. Waar ben ik nou weer beland? Oh, in een level, schijnbaar. Hey, Maze Case. Dat klinkt wel vet. Klinkt als een leuk leveltje. Jij bent geen is het niet? Ik ben geen Case. Ook niet een beetje. Nee. Dat is een leugen. Verspreid door de overheid. De roverheid moet ik zeggen. Ben je zo iemand? Nou, nee. Ben je zo iemand? Was ik maar zo iemand. Zo'n wapper. Yo, je kunt zeggen wat je wil, maar... Jij maakt het verschil. Weet je, ze nemen ook nooit genoeg mee. Geef je ze 5G, worden ze boos. Want dat verspreidt corona. Geef je ze 2G, doe je een paar stapjes terug. Nee hoor, worden ze ook boos. What the fuck, ik snap ze echt niet. Echt, hè? Ze nemen nooit genoegen mee. En dat vind ik nog eens raar. En dat mag gezegd worden, vind ik. Dat mag zeker. En dat is omdat ik het zeg. Au. Au oog. Nee, je doet hetzelfde wereld als ik, denk ik. Wat? Nee, kut. Nee, dat kan niet. Want ik doe eentje waar je zo'n key voor moet hebben en jij hebt Bowser nog niet verslagen. Okay. Dus jij kunt deze dan niet doen. Dan doe je niet hetzelfde wereldje als ik. Hoe kom ik hier ook weer omhoog? Sander? Hoe heet dit liefde? Swimming bees in a cavern. Oké, misschien moet ik eventjes... Gewoon... Als je het doet, Sander. Oh, niet moeilijk doen. Soms moet je dat doen. Don't be difficult today, please. Is dat een ster? Volgens mij wel. Volgens mij zie ik daar zo'n sterretje. Nee. En ik zie daar mijn dood. Let's go. Is dat noemen ze een ster? Nog 7 minuten zal ik. Want ik ben nog 0 opgeschoten. I'm loving this game, man. I'm loving this game. Oh nee, ja, nog een keer dood. Nee, fijn. Nee, chill. Ik ben nog een keer niks opgeschoten. Dit is... Misschien moeten we wel gaan twijfelen over hoe we het nu doen. Of dat nog wel leuk wordt. I mean... Ja, het kon, we kunnen het ook ik, anders doen, maar dan kan het straks... Als ik 11 sterren heb... terwijl jij al bij Mario Odyssey bent... Ja. Nee, ik snap wat je bedoelt. We kunnen het nog steeds op de andere manier doen, zeg maar. Alleen... Kijk hoe het loopt. Misschien ja, dat het juist wel goed gaat. Okay. Weet je wat het probleem is, Sander? Dan is, stelt staat straks 3-0, hè? Ja. Wat de beste mogelijkheid is. Ja. Dan hoeven die andere 2 games niet meer te spelen. Oh, ja. Ja, dat is wel... Ik dacht even, hè? Andere 2 games? What the fuck? Ja, als het 3-0 staat. Toen me ineens, oh ja. Yeah. De Galaxy 2 zit niet in deze game, maar wel in de versus game, zeg maar. Ja, moeten we even kijken hoe we dat doen. Of we gaan gewoon... Ja, dan doorgaan is ook niet leuk. Dus dat is heel lastig. Misschien... Dat als iemand met x aantal sterren of x aantal tijd achter staat...
kijken. Nee, dat werkt. Kijken we wel even. Je mag nog steeds kiezen. Ik vind het nog steeds allebei goed. Alleen, ja, je moet zelf bepalen wat je dan wil. We gaan eerst deze game halen. En dit keer ga ik hem ook echt halen. Nou, ik had verwacht. Ik heb wel eens wat speedruns gekeken. Want Rick en Link deden ook een keer een speedrun versus. Ja. Dus ik dacht, ik weet wel hoe dat moet. Ik heb deze game misschien niet veel gespeeld, maar ik weet in ieder geval hoe de sterretjes moeten. Nou, dat valt tegen. Ik denk dat ik een beetje verkeken heb op het feit dat ik slecht ben. Ah, oh, dat heb je niet, zeg maar... Mee nee, dat had ik niet berekend, zeg maar. Oh, hier is ook een dingetje. Oh, als ik nu, dan kan ik zo... Oh, dit is een leven. Ook goed, neem ik ook genoeg mee. Hoe doe je dat? Je hebt hier geen Wario. What the fuck? Oké, okay, maakt niet uit. Maakt niet uit, Sander. Hoe werkt dit? Je moet bij een zo'n level moet je een zo'n ijzercap gaan halen en dan kan je door het water heen lopen. Ah, oké. Okay, ja, in de DS is dat Wario, hier is dat dus zo'n ijzeren cap. Nu je het zegt, denk ik, oh ja, dat klopt ook wel. Oh, great. Oké, dit ziet er goed uit. Dit ziet wel uit als swimming dingetje in de dingetje. Alleen ben nog steeds slecht met zwemmen. Daarom heb ik ook expres Jolly Roger B niet verder gedaan. Maar ik ga bijna denken dat het een fout is. Hij is zo fout. F-O-U-T. Where is Mr. Dinges in de Dinges? Ik zie geen Mr. Dinges in de Dinges. Geheime tunnel. Waarom vind ik die niet? Oh, what the fuck, die is ook een ster. Easy. Welke? Ja, zo'n ster, daar moest je boekjes voor aantikken en dan kreeg je opeens een ster. Oké. Okay. Durf je te vertellen hoeveel sterren je inmiddels hebt of heb je nog steeds maar 11? Yep. Wauw, zo, wat ben je aan het doen? Dat vraag ik me ook af. Maar leuk dat jullie kijken. Ja, nou ja, daar ben ik dus bang voor. Dit is het, precies waar ik bang voor ben. Als ik hier... Maar Sander, in de eerste 2-3 werelden kan je al meer dan 11 sterren halen, zeg maar. Wat ben je... Ja, wat gebeurt er dan? Iets verkeerds. Hoe werkt dit? Ah, dit is ook niet wat ik moet doen. Ik weet het ook helemaal niet. Ja, maar ik heb niet de hele wereld uitgespeeld. Omdat ik dacht, oh, die sterren zijn te moeilijk. Maar... Ja, uiteindelijk heb je toch wel genoeg sterren nodig om te uitspelen. Level. Dat is waar. Maar, ja. Ik weet het op dit moment ook niet waar ik mee bezig ben. Ik heb dit level ook echt nog nooit gezien, zo'n beetje. Dus ik weet echt niet wat ik aan het doen ben. Okay. Dus maar moet ik hier onder die guy? Dat zou wel eens kunnen. Welk zit hier onder zo'n guy? Ja. Ik wil je wel eentje een met helpen. Zo'n ding in zo'n cavern. Swimming dinges in de cavern. Oh ja, die heb ik nog niet gedaan, maar ik weet wel welke je bedoelt. Dat, ja, is waar, dus... dat is waar je je cap haalt, zeg maar. Die iron cap. Die haal je in dat level. Ja, maar hoezo heeft deze guy geen ster? Er staat hier letterlijk swimming beast in the cavern. Dus hoezo is hier geen ster? Dit is toch... Jawel, er is wel een ster. Ben je al bij het swimming beast? Ja, ik ben letterlijk bij de swimming beast. Dan kan je toch op zijn rug? Ja. Ja, dan brengt hij je toch naar een ster. Nou. Op het eilandje in het midden.
Ja, maar ik kom niet op zijn hoofd. Wat doe ik verkeerd? For serious. For real, nog, bedoel ik. Nog 10 seconden en dan is het level afmaken. Oh, ja, nee. Ik kan het level wel afmaken, maar dan zitten we hier nog uren. Yo. Ja, ik ben ook nog niet klaar met de level. Hoor. Kijk, daar gaat de timer. Zo. Oh, draai met die... Hoe kom je op zijn hoofd dan? Als ik maar op zijn hoofd ben, dan weet ik precies wat ik moet doen. Maar... Ja, dan moet ik er wel opkomen. Ik heb mijn leveltje gekleurd. Dat is fijn voor je. Godverdomme. Hoe kom ik op zijn fucking hoofd? Want vanaf hier kan ik sowieso niet bij die ster komen. Dus ik moet echt op zijn hoofd, maar... Hoe dan? Met magische poeder. Magische poeder. Geweldig betoverend. Eindeloze agentics. Nee. Fuck. Blijf fucking stilstaan, kutbeest. Wow, doe eens even normaal tegen Plessy. Nou, ik ben echt klaar mee. Oké, blijf fucking... Hij beweegt, blijf maar bewegen. Hoe moet ik ooit op zijn hoofd springen als hij gaat bewegen? Hier, dan kom ik toch niet op zijn hoofd. Tja. Moet ik wel die action doen? Wel, kijk, long jump, nee. Het lijkt wel alsof je dat moet doen, maar ook dan kom ik haast niet op zijn hoofd. Dus ik weet niet hoe ik op zijn hoofd kom. Nee, fucking hell. Like, for real, hoe kom je op zijn hoofd? Ik heb geen idee, volgens mij moet je gewoon via zijn nek lopen en dan op zijn hoofd, dacht ik. Maar ik weet het even niet, hè, want ik nou, ben daar. Als dat zo makkelijk ging, had ik het wel geprobeerd, maar... Oh. Nu ineens lukt het wel, oké. Je had het eerst even moeten zeggen voordat het lukte, denk ik. Ah, oké. Ze snapte die game, oh, oké, ja. Nou, als je hem dan hebt uitgesteld... Nu moet die guy eventjes goed. Kun je deze guy ook besturen? Nee, zeker. De... Oké. Okay. Nou. Mag ik een applaus? Ik heb een gehele ster gekregen deze aflevering. Ik ben trots op mezelf. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet op het kanaal van Sander te abonneren. Want daar krijg je quality gameplay zoals je vandaag... Ik zou niet weten waarom als je dit ziet. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.